Hallo dames en heren, mijn naam is G. Reinders en ik had me zo verheugd om op 4 juli mijn allerlaatste concert te geven met een blazerkest. Met de Amsterdamse Tramharmonie onder leiding van Jaco Nefs in Paradiso. Maar dat gaat helaas niet door. En we zouden zelfs, er was nog sprake van dat ik met de Tramharmonie zou spelen op hun bevrijdingsconcert op 10 mei. Dat gaat ook niet door. Maar we hebben toch gemeend iets te doen. Voor de bevrijding. En dat is dit liedje, dat heet 75 jaar. Dat is onze viering van 75 jaar bevrijding. Al is het toch zo'n rare tijd, misschien heeft u iets aan. Dank u wel. De ganse stad, die waar bekans verloten. Hele families naar Friesland geëvacueerd. De kathedraal opgeblazen, hoezer kapotgeschoten. De statie waar gebombardeerd. Gliek kwam er ook weer nu voor, want ze dachten, die Russen, die stonden alweer klaar. Maar in 75 jaar is hier geen bom meer gevallen. In 75 jaar heeft hij geen mortier meer geknald. Is nog lang niet voorbij, maar de laatste 75 jaar waren gelukkig niet hier. En vandaag schriften gezet over oorlog in Douma. En morgen is weer de beurt aan een ander onschuldige stad. En overmorgen gooien een spiksplinter nieuwe oorlog. Weer met spiksplinter nieuwe bommen. Weer een nieuw onschuldige plaats plat. Soms ben ik bang, dan denk ik, hebben we hier net een beetje te veel mazzel gehad? Dat in 75 jaar ik een howitzer me heeft geschoten. Dat in 75 jaar ik een mine meer zijn gelaten. Oorlog is nog lang niet voorbij, maar de laatste 75 jaar waren gelukkig niet hier. Ik hoop dat over 25 jaar kinderen kunnen zingen. Geen mitrailleurs meer hebben gerateld. Dat in 100 jaar geen tanks meer hebben gepatrouilleerd. Dat in 100 jaar geen razzia's meer zijn geweest. Dat ze dan zingen, oorlog is overal voorbij. Zo wie noemen 75 jaar geleden hier.